De gebiedsraad in Beuningen presenteerde dinsdagavond haar plan voor de locaties van windmolens in de gemeente. De raad, bestaande uit inwoners uit de gemeente, heeft een jaar lang overlegd en geïnventariseerd om tot dit conceptadvies te komen. In het advies wordt een strook ten zuiden van de A73 aangewezen als de optimale plek om windmolens en zonnepanelen te plaatsen. De gemeente Beuningen wil in 2040 evenveel groene stroom opwekken als dat er verbruikt wordt. In het advies wordt op een simpele manier uitgelegd wat en waar er gebouwd moet worden om aan die doelstelling te voldoen. Volgens Gijs Gerrits, projectleider van de Energievisie, moet het helderheid verschaffen voor de inwoners. Nou, ik denk dat ze niet simpel zijn. Ik denk dat ze heel duidelijk zijn en ook heel veel duidelijkheid geven aan de mensen die hierbij betrokken zijn. Wat het locatieplan doet inderdaad, het stelt geen kruisje op de kaart van daar moet een windturbine komen of daar moet een zonneveld komen. Het geeft wel het speelveld weer, dus de locaties waar dingen ontwikkeld zouden kunnen worden, maar zeker ook onder welke voorwaarden. Maar een van de belangrijke voorwaarden is dat we het juist heel erg lokaal willen houden. Dus het eigendomschap van een windmolenpark of van een zonneveld willen we zoveel mogelijk in handen van Beuningenaren houden. Vandaar dat we bijvoorbeeld ook zeggen, het ontwikkelen van de windmolen park kan enkel en alleen door een energiecoöperatie. Op de informatieavond kwamen vooral inwoners af die sceptisch zijn over het plaatsen van windmolens. Geen van hen was bereid om op camera vragen te beantwoorden. Wel gaven zij aan dat windmolens overbodig zouden zijn, omdat er genoeg alternatieven zijn. Ik denk dat de alternatieven eigenlijk vrij beperkt zijn. Als we kijken naar bijvoorbeeld geothermie, is daar veel te weinig bekend nog voor deze hele regio. Ik hoor ook wel eens mensen zeggen, laten we alle daken in Beuningen volgooien met zonnepanelen. Dan zijn we er toch ook. Nou, heel eerlijk gezegd komen we dan wel een heel eind, maar misschien pas op 5% van de totale opgave. Dus we moeten ontzettend veel doen. En dat betekent natuurlijk wel dat ons landschap gaat veranderen en dat mensen daar wel mee in contact gaan komen. Mensen gaan het zien en mensen zullen er zeker ook wel hinder van ervaren. Dus proberen we ook heel erg juist om die hinder zoveel mogelijk te beperken. Nou, een van de dingen waarvan eigenlijk van het begin af aan al heb ik gezegd vanuit de gebiedsraad is bijvoorbeeld slagschaduw. Dus de schaduw die door die windmolens komt en die huizen binnenkomt, die zetten wij helemaal terug naar nul. Dus op huizen van onze inwoners komt geen slagschaduw. Dat kunnen we gewoon stilzetten. Als het gaat over geluidsoverlast zijn er gelukkig in Nederland hele scherpe wettelijke regels waar we aan moeten voldoen. En ook die blijven gelden binnen de gemeente Beuningen. Waar we natuurlijk zullen kijken naar de meest mogelijke geruisloze of stille oplossingen die er mogelijk zijn. Het advies van de gebiedsraad moet nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad en dit gebeurt op 12 maart. Dan zal blijken of er genoeg draagvlak is voor de windmolens of dat er een sterke tegenwind waait.